Jongens, moet je nou eens kijken. Ik loop hier door mijn prachtige troonzaal. En er staat weer zoals gewoonlijk een pakketje. Altijd als ik mijn video's wil beginnen, is het eerste wat mij opvalt, is dat er een pakketje staat. Maar wat leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Bam! Dit is een gif. En hij danst en hij is... Yeah, en... Dit is confetti. Dat betekent allemaal dat je moet abonneren. Dat is een feestje. Als jij abonneert, dan is het gewoon één groot feestje. We hebben bijna 160.000 abonnees. Doe het nou even. Reageer dat je bent geabonneerd, want ben je ook cool. Oké, maar laten we even een pakketje openen. Jullie, ik zit weer allemaal onzin te praten. Laten we even... Oeh! Allemaal Twisted Finds en Nether Sprouts. Nou, daar heb ik niet zoveel aan. Maar 4 diamonds, erg leuk. En een uitnodiging van Floor. Wat is de uitnodiging? Geachte koning. Hierbij een uitnodiging om een kijkje te nemen bij het gloednieuwe hotel / restaurant van Content Finder. Is een hotel en restaurant. Oké, ik ben heel benieuwd. Het bevindt zich in het Rijtjeshuisgebouw. Oh, het Rijtjeshuis gebouwd door Floor. Ik ben erg benieuwd wat u ervan vindt. Aangezien ik een grote bijdrage leef aan deze stad, vind ik dat ik hiervoor geen vergunning nodig had. Groet Floor. Floor had je wel nodig. Nee, oh Floor, jij hebt geen vergunning nodig, dat klopt. Enige is dat ik van dat gebouw wilde ik volgens mij de bank maken. Maar nu is het een hotelrestaurant. Weet je wat? Prima. Dan maken we wel van een ander gebouw de bank. Laten we even een kijkje nemen. Het blijkt dus dat dit... Oh ja, inderdaad. Hier. Hotel en restaurant Content Veen. Een klein terrasje hier waar je kan zitten. Oh, wat gezellig. Lekker zitten met jou. Maar het blijkt dus nu een hotel en restaurant te zijn. Nou, als ik hier een keertje heen wil, nou, dan kan ik hier blijkbaar inchecken. Hallo? Hallo? Personeel tekort. Je kent het in 2022. Een gastenboek. Gastenboek laat hier een review achter. Ah, oké. Dus als iemand hier slaapt, kunnen ze een review achterlaten. Wow, wat een mega aquarium. Wow, wat zwemt er ook? Huh, ik dacht dat... Oh, maar deze schildpadden. Er zwemmen schildpadden. Wat? Floor, hoe heb je die hier gekregen? En heel veel visjes daarboven. Oh, maar deze, wat leuk dit, hé. Ik ga een keer kijkers uitnodigen. Weet je wat? Ik heb een idee. Bij 6000 likes op deze video. Dan nodig ik 10 kijkers uit. Niet veel, een subtiel aantal. 10 maar. En die mogen dan overnachten hier met z'n allen in dit hotel. En dan taken uitvoeren voor mij in Content 2. Oké? Okay? Bij 6000 likes, dus like, hè. Dit is echt amazing. Zijn er ook kamers? Sowieso zijn er kamers boven. Kijk, want dan kom je in een kamertje zoals dit. Kamer 1. Maar dat is wel een klein kamertje. Maar je hebt een bed. Je hebt een kist. Je hebt nog een kist. Je hebt armor. Meer heb je niet nodig. Hier is kamer 2. Nou, dat ziet er ook gezellig uit. Allemaal een beetje van hetzelfde. Hoge kamers. Dus dat is wel, ja, je kan je hoofd kan je nooit stoten. En prachtig uitzicht. En op de stad. En op het kasteel. Dit is een crème de la crème kamer natuurlijk. Hier kamer 3. Nou, dit is een beetje... Ik denk dat dit het goedkoopste kamertje is die we hebben als ik hem zo zie. Geen ramen. 1 kist maar met een barrel erbij. Dus nou, dat is toch 2 kisten. Nou, dit is een beetje de goedkoopste kamer. En dan... Hier gaat het nog helemaal door. Oh mijn god, waar ga ik heen? Ga ik naar de suite? Dit voelt een beetje alsof ik naar de suite toe loop. Kamer 4. Oké, jongens, dit gaat hopelijk de crème de la crème van de la crème zijn. Kamer 4. Oh, kijk, je komt ten eerste al binnen in een kamer met 3 dubbeltjes, een kleine kist, een barrel. Hier al een prachtig... Hallo. Excuses, Frederik. Heb jij deze kamer geboekt? Ja. Sorry. Moet ik weg? Nou, ik moet toch even naar de wc. Oké, okay. Blijkbaar had Frederik deze kamer geboekt en bonjourde ik zo naar binnen. Maar jongens, je ziet het, een tweepersoonsbed, een bureau zelfs, alles erop en eraan. Enige nadeel was dat Frederik hier heb gezeten, dus het stinkt een beetje. Maar, oh. Frederik? Dat meende ik niet, Frederik. Ik meende het niet. Wat? Nee, niks. Hoe is het met jou en snor en zo? Ja. Ja? Hey, ja. Ik wil jou later vandaag even spreken. Mag dat? Dat weet ik nog niet. Het ligt er helemaal over. Oké, dat zal wel. Ik kom je wel later opzoeken. Komt goed. Maar, meneer. Ja, meneer. Wanneer wordt de kamer schoongemaakt en krijg ik roomservice? Je weet het niet. Het is niet mijn hotel. Oh, oké. Okay. Allright jongens, we lopen nu lekker over de, ja, over het nieuwe pleintje hier. Even richting de markt, want ik ga kijken of René mijn tools inmiddels al heeft gerepaired. Ik heb daar een aantal... Nou, trouwens, ik heb nog helemaal niks betaald. Ik weet niet eens wat ik moet betalen. Maar misschien gaan we daarachter komen. Ik hoop in ieder geval dat ze... Ja, ze zijn klaar. De Justin Jager, de Rini Rager, de Nathan Nekker, de Brandbreker en een factuurtje. Oeh, ik ben wel bang voor het factuurtje. Laten we in ieder geval alles weer op de goede plek zetten. En het factuurtje is... Pickaxe 2 keer kost 6 diamonds. Een X 1 keer 2 diamonds. En een shovel 1 keer... Kost het maar 10 diamonds? Groetjes Rini. René, waarom zo goedkoop? Dat kost echt helemaal geen drol. Waar moest ik het doen? Achter in deze kist achterlaten. Oké, 10 diamonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan krijgen ze nog 6 diamond service kosten. Omdat ik 10 vind ik wel heel... Volgens mij kost het echt vet veel tijd en moeite om dat te doen. Zo.
Dan gaan we even de oude spulletjes terugleggen in het kasteel natuurlijk. In de nieuwe chestroom hier. Hier, nee, waar kan ik dat allemaal... Huh? Ik heb het zelf niet ingedeeld. Volgens mij hier. Ja, hier gewoon. Zo. De trident doen we ook heel eventjes nog. Want daar heb ik nog niet echt een idee voor wat ik daarmee wil doen. De twee boekjes die ik gehad heb van René en Floor, die gaan bij het archief hier. Alright. Dan hebben wij gelukkig onze tools weer terug zoals we ze graag willen hebben. Helemaal vol. En dan nu jongens. Voordat ik deze opname wilde beginnen, viel mij iets op. En dan gaan we nu gelijk heen lopen. Zoals je misschien achter mij kan herkennen, is dat Frederik zijn huis. Maar zodra ik een beetje omhoog ga zoals dit... Hallo! Er staat ineens een hijskraan. En ik weet niet wat die hijskraan van plan is. Het lijkt wel alsof hij aangesloten is op het dak. Alsof Frederik het dak eraf wil halen van het huis. Ik kan het niet echt plaatsen wat hij er nou mee wil doen. Maar het feit dat hier ineens een hijskraan boven zijn huis staat. Dat baart mij toch wel zorgen. En omdat er zoveel gebeurt de laatste tijd bij hem. En ik ben zo van het onderzoeken. Ben ik van plan om een keer actie te ondernemen. Want ik ga jullie even een flashback laten zien van vorige aflevering. Oh mijn god, maar dat is Poos zijn hoofd. Jongens, dat is Poos zijn hoofd. Oh, maar dat is zodra ik boven kom zo meteen. Het eerste wat ik ga doen is checken of dat hoofd nog steeds op een stokje staat. Oh mijn god, nee, hij is echt weg. Hij is echt weg, jongens. Wauw, wat een mooie flashback. Maar mijn planning nu, jongens, is om die Teletubbinator daar beneden even te saboteren. Misschien dat ik wat troep in het water kan gooien, waardoor het experiment fout gaat. Misschien kan ik een lek hakken erin, waardoor de water ontsnapt en het skelet niet kan overleven. Of ik kill het skelet gewoon. Want ik wil niet dat Julian terugkomt. En ik weet gelukkig dat Frederik in het hotel is. Dus laten wij voor eens en altijd... Nou, trouwens, misschien niet de laatste keer dat ik hier naar beneden ga... Maar laten we even naar beneden gaan hier. En even snel op experiment gaan. Of experiment. Even op expeditie. Om even te spieken. Oké, we zijn weer beneden beland, jongens. Dit heb ik allemaal al gezien inmiddels. Al 100 keer. Niks. Hier is de kamer met Julian. Maar laten we eerst nog één keer spieken bij het raketje. Misschien dat ik die ook kan saboteren. Misschien dat ik een soort haakje of zo los kan krijgen. Hallo, wat is dat? Jongen, Frederik. Er is weer een nieuwe kamer. Keer als ik hier kom, is er wel weer wat veranderd, jongens. Ik wil letterlijk alleen misschien even een keer kijken of ik iets kan. Ik ga het ook gewoon misschien even saboteren. Ik ga hier gewoon een knopje weghalen hier. Ik ga aan de andere kant een knopje weghalen, snel. Oh, dat ging wel heel ver, zo. Laten we de knopjes dan ook gewoon hier in het vuur gooien, zo. Dat het misschien werkt het, weet je. Misschien wordt het dan wel gesaboteerd. Je weet maar nooit. Maar laten we in ieder geval even de nieuwe kamer hier onderzoeken, wat dit is. Die Frederik blijft maar dingen bijbouwen, hè. Wat is dit? Waar ben ik beland? Oh mijn god, wat is dit? Hè? Wat is dit hier? Hier kan je omhoog, zie ik nu waarschijnlijk. Hier kan je opzij. Oh. Oh. Maar wat is dit? Dit lijken wel robots. Is Frederik robots aan het bouwen? Huh? Ze komen ook echt daaruit? Frederik, oh, ik snap het nu. Dit is de hele machinekamer. Oh mijn god, Frederik is allemaal robots aan het bouwen. Jongens, Frederik, is hij een leger aan het bouwen? En een raket en... Ik ga hier snel naar boven om even te spieken wat hierboven is. Wat is hij... Oh, hier is niks. Wat is hij allemaal aan het doen, hé? Wat is hier? Hier is ook niks. Oké. Maar hij is allemaal robots in elkaar aan het zetten. Ik ga Frederik denk ik deze aflevering ook gewoon confronteren ermee. Met het feit dat hij een raket bouwt. Allemaal robots. En ik denk dat ik hier ook snel weer weg moet. Laten we in ieder geval even snel die Julian, de Teletubby, Nater, weet ik veel wat, saboteren. Door daar het skelet erin even dood te maken. Want wat er nu gebeurt, jongens, dat kan echt niet. Hij is met te veel dingen bezig, die Frederik. De Teletubby Nater, 26.000, daar is hij. En het skelet dat erin staat is daar, jongens. Misschien dat we hem... Ik ga even kijken, hoe kan ik dit netjes doen, zonder dat ik misschien het hele lab sloop, want dat kan misschien ook voor grotere problemen zorgen in het dorp, als het ware, weet je. Hé, wacht eens even. Zat deze deur de vorige keer nou ook? Wacht even, dit is toch niet de... Nee, ik wou zeggen, hier ben ik naar beneden gekomen. Huh? Maar... Oh, maar deze, ik ga op onderzoek, jongens. Ik vind het veel te leuk om op onderzoek te gaan. Echt waar. Maar, is het... Weet je wat, we gaan gewoon... Oeh, een boekie. Een boekie. We hebben een boekie gevonden, jongens. Oké, skelet, ik kom voor jou zo meteen terug. Blijf staan. We gaan eerst even op onderzoek uit. Even kijken wat dit allemaal is. Oh, maar deze, wat is dit, hé? Oh, nee. Oh, nee. Ik hoorde redstone. Ik hoorde redstone. Huh? Nee, hij is dicht. De deur is dicht. Wat is het boekje überhaupt dan? Hier, er zit hier een tripwire. Oh, wat is het boekje? Ik ga snel het boekje lezen. Ik wist het. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Wat is het donker hier? Wat is het donker? Hoe kom ik hier uit? Hoe kom ik hier uit? Ik zit opgesloten. Help. Help. Hij wist het. Wie wist wat? Wat is het donker hier? Er komt iemand aan. Oh, nee. Ik hoor iets. Is dat Frederik? Frederik, het spijt me. Ik was verdwaald. Frederik, ik was verdwaald. Hey, het is... Ah! Hallo. Oh. Ik schrik me helemaal kapot. Hallo. Wie ben jij? Hallo? Hallo, mijn naam is X534, hashtag, streepje 4, apenstaartje 6.
Oké. Okay. Oftewel, Fred. Oké, Fred. ik ben verdwaald. Wacht even, je baas? Wie is je baas? Oh mijn god, ik weet waar jij vandaan komt. Jij komt zeker uit... Nee, dat weet ik trouwens niet. Ik heb geen robotkamer hier. Wat... Kan je me helpen naar de uitgang, Fred? Ik ben verdwaald. Ik viel ineens in een gat en ik kwam hier terecht. Het ging helemaal per ongeluk. Ik ben hierheen gestuurd door mijn baas. Oké, maar... Hoezo? Hallo. Fred, kan je me... alsjeblieft laten zien waar de uitgang is? Ik kan dat niet laten zien. Je kan het niet laten zien? Je zult gestraft worden. Nee. Oh, nee, wacht even, Fred, wacht even. Hoezo heet je Fred trouwens? Dat is toch helemaal geen robotnaam? Mijn naam, naam. Wat is uw naam? Max. Ik weet uw naam. Gaan we weg? Ja. Oké, ik volg je wel. Ik wacht. Je weet dat je gewoon kan klikken, maar dan gaat hij open. De deur is open. Oké. Top. Kom mee. Ik kom met je mee. Nu kan ik niet die skelet pakken, want er is in één keer... Doorlopen. Ik kom eraan. Ik kom later voor jou terug, skelet. Echt waar, Jan. Ik loop door. Hé, Fred. Ik ga wel je baas confronteren hiermee dat het feit dat... Ik loop mee. Is de uitgang niet daar? Hier staan. Nee, wat is dit? Wat is dit? Mooi. Oh, wat is dit? Ga je me hiermee naar boven zuigen of zo? Of zo? Hoe zit het? Nee! Berendina! Nee! Wat heb je gedaan? Hallo, Max. Hallo, Justine. Berendina! Blijf staan! Nee! Ik blijf staan! Wat heb je met hem gedaan? Hij is weg! Zij is weg! Wat is dit? Wat gaat er gebeuren? Wat ga je doen? Fred! Stop! Berend, als ik dit niet overleef, ik hou van je. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Wat gebeurt er? Oh, maar deze. Oh, alles begint een beetje te spinnen. Nee, oh. Je mocht hier niet komen. We zijn boos. Tot ziens. Oh, Fred, stop. Stop. Nee, Fred. Oh mijn god, jongens, ik zie helemaal niks. Oh, wat gebeurt er? Ik ben ineens in mijn kamer. Jongens, ik zat letterlijk net daar. In het lab, het was donker en ik word alles wit. Ik zit naar mijn scherm te kijken natuurlijk gewoon. Ik word mijn scherm wit en brrr, ik ben hier gewoon in mijn slaapkamer beland. Ik snap er echt helemaal even niks meer van hoe Frederik het allemaal voor elkaar krijgt. Ik heb nog steeds een rare groenige gloed over mijn scherm en alles draait een beetje. Kijk maar, als ik inzoom op dingetjes, alles gaat een beetje heen en weer. Oh my days, ik wil hier weg. Ik wil niet in mijn slaapkamer zijn. Ik ga Frederik confronteren. Waar is hij? Waar is Frederik? Frederik, waar ben je? Ga je nu zoeken? Ik ga nu terug naar de hotelkamer. Oh my days, wat heeft hij met me gedaan? Wie is die robot? Waarom heet hij Fred? Ik heb zoveel vragen. Frederik, waar bist u? Wo bist u bedoel ik? Waar ben je? Waarom heb ik gegroet? Wat heb je met me gedaan? Wat zit er in me? Zeg maar dat Frederik nog in zijn kamertje is hierboven. Ik heb nog plannen. Ik moet nog dingen gaan bouwen vandaag, Frederik. Dat gaat niet met de groene gloed over me heen. Waar ben je? Waar is die rot? Frederik! Oh. Huh? Hij is er niet. Waar is hij? Jongen. Misschien is hij wel gewoon weer thuis. Oh, er ging de deur dicht. Er ging de deur dicht. Oh! Robin? Hey. Sorry dat ik zo binnen bolsjoer in je slaapkamer. Het spijt me. Wat is er? Nee, niks. Ik ga wel weer. Geen zorg. Ik ga wel weer, oké? Blijf lekker... Blijf lekker in dus je kamer. Sinds wanneer heb jij een hotel? Ja, sinds kort. Maar ik moet even snel iemand zoeken, heel snel. Want ik voel me niet zo lekker, denk ik. Ja, ik ook. De barvrouw, want ik heb honger. Ja, ga jij lekker de barvrouw zoeken. Ik ga Frederik zoeken, oké? Wie is Frederik? Nee, dat maakt niet uit. Laat me nou met rust. Ik heb belangrijke zaken aan mijn hoofd, Robin. Jij stoort mij. Nee, ja. Ik kom in de kamer binnen. dat klopt. Laat mij met rust. Oké, sorry. Ik ga. Jongens, daar zitten we dan. Op de troon in de troonzaal. Want ik heb Frederik even gevraagd voor een audiëntie bij de koning. Want ik wil hem echt eventjes spreken. En ik kan wel een keer naar hem toe... Oh. Daar is hij al. Dat zal je wel hebben. Hallo, mijn naam is Fred. Hallo, indringer. Hallo, Fred. Waar is Frederik? Frederik komt eraan. Oké. Jij, indringer. Wat? Wat? Wat dat? Dat wist ik niet. Ik hou alleen van schroeven en olie. Is goed. Laat Frederik maar komen. Daar heb je hem. Mopje. Daar is hij. Leuk mopje. Hallo.
Frederik. Frederik. Hallo, Fred. Hallo. Goeiedag, Frederik. Goeiedag. Ten eerste, wat heeft die robot te betekenen in mijn stad? Kom dichterbij. Ik ben Fred. Ja, ik snap het, Fred. Dit is Fred. Wat heeft die robot te betekenen in mijn stad? Jij hoeft mij niet zulke vragen te stellen. Hoezo niet? Ik ben gewoon bezig. Jij bent bezig, maar heb jij... Ik ook je eigen dingen doen. Heb jij hier een vergunning voor? Waarvoor? Om dat te maken, om robots te maken in mijn stad. Heb je er meerdere? Dat is de vraag. Of is Fred de enige? Ik ben Fred. Ja, ik snap dat jij Fred heet. Heb je meerdere of is Fred de enige? Dit is de enige op deze manier. Op deze manier. Want, ik heb een aantal vragen aan jou, Frederik. Ik heb het gevoel dat jij met allemaal geheime dingen bezig bent. Meneer, ons schema loopt strak en we moeten zometeen nog eten. Ja, dat weet ik ook wel. Ik krijg zo meteen je schroef. Ik krijg zo meteen een lekkere ossa-steek. Oh, daar heb ik zin in, zeg. Hey, maar Frederik, antwoord even. Ben jij met geheimzinnige dingen bezig? Nee. 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 Heb jij iets gehoord van Berend of Berendina? Nee. Heb jij een... Ik ga het ook gewoon toegeven. Ik heb daar, naast het dorp, heb ik een groot rond... Ja, wat is het? Luik gezien. En daaronder zag ik een raket. Heb jij er iets mee te maken? Nee. Meneer, daarover gesproken, het luik gaat niet goed open. Dit meen je niet. Volgens mij heeft je robotjes juist verklapt. Je geheim. Goed, ik heb niet alleen antwoorden aan jou, maar ik heb ook vragen voor jou. Nou, wacht even hoor. Ja, kom maar. Waarom? Waarom wat? Het begon allemaal met Snor. Ik hou van Snor nog steeds. Jij hebt Snor niet eens gekend! Ik heb hem in zijn geheugen geïmplanteerd. Dat is het dus. Ja, maar Snor bleef altijd ons huisdier. Ja. Ja, ik, ja, ben ik Fred. Heb. Ja, maar weet je wat. Jij bent Fred, ja, ik weet het. Fred, nou moet je ophouden. Goed. Ja? Waarom? Eerst vermoord je Snor. Daarna gooi je hem eruit in. Ik heb. Moet op mijn ruit passen, op mijn huis passen bedoel ik, en dan gooi je hem eruit in. Daarna, dat is niet waar, dat is niet gebeurd. Tijdens het slapen. Daarna ben je binnen geweest. Ik heb het gezien. Ik heb alles geroken. Je laat een onmisbare geur met jou. Laat jij achter. Die heb ik ook geroken, ook al heb ik geen neus. Zie je? Fred ook. Frederik. Ik ga jou nu... Nee. Ik ben nog niet klaar. Oké. Je bent ook bij mijn teleturbinator geweest. Dat is... Hij is dood. Hij hoort dood te blijven. Je bent ook in mijn val getrapt. Ja. Waar Fred jou heeft gevonden. Wat heb je met me gedaan trouwens? Het is nu weg, maar ik was heel lang... Het leek wel misselijk met groene gloed en weet ik veel wat allemaal. Wat heb je gedaan? Ik voel over jou voel. Misselijk. Je hebt nu, niet, van het ik, nu... Ik ben niet van niets een ijskraan, heb ik ingehuurd. Ik wil mijn huis over jouw muur heen tillen, want dan heb ik niks meer met jou te maken. Jij kwam hier naar binnen, ik had je nooit uitgenodigd. Dat is wel waar, ik heb klusjes voor jou gedaan. Ik heb je hele bel gepoetst. En nee, dat heeft hij inderdaad nooit goed gedaan, hè Fred? Sorry meneer. Ik denk dat ik hem opnieuw moet programmeren. Nee, Frederik, ik geef je 24 uur tijd wacht om even, al jouw... Wacht even. Fred, sorry, maar ik zet je toch echt uit. Oh, dat is ook best wel sneu. Nee, hij gaat daarna weer aan. Even kijken, dit draadje los en dan... Zo, rust. Waarom heb je Fred uitgezet? Hij deed toch in principe niks verkeerd? Dat vind ik zielig. Hij heeft veel te veel dingen verteld. Ja, hij heeft je verklapt. Hij heeft je letterlijk verklapt. Ik klap jou zo meteen. Zometeen als we weer... Stil. Zometeen als we weer naar buiten gaan, dan zet ik hem weer aan. Oké, prima. Maar ik zeg het, je krijgt 24 uur om al jouw geheimzinnige taken beneden op te lossen. Je gaat een tegengif, een medicijn geven om Berend en Berendina heel en al en netjes boven te krijgen. En ik wil die raket uitgeschakeld hebben. Te laat. Hoezo te laat? De klok is al aan het aftellen. Voor hoe lang? Dat weet ik ook niet meer. Je gaat hem uitzetten, je gaat er nu hier. Je gaat er nu vandoor, Frederik. Je neemt Fred mee. Hij staat nog op een... wat is het? Een paar uur of zo. Paar uur? Oh, ga nu, alsjeblieft. Neem nu Fred mee. Zet hem aan. Hoe zet je Fred aan? Waar is het aanknopje? Fred weet vast. Ja, zet maar aan. Zet maar aan. Even kijken hoor, Fred, daar gaan we. Jij dit draadje even vastmaken en dan. Fred! Hallo, Fred. Fred, mag ik Fred van jou lenen, Frederik? Nee. Voor klus. Dat wil jij niet, Fred? Jij wil niet dat... Hij is alleen maar dat hij van mij bevelen aanneemt. Oké. Weet je, ga nu alsjeblieft allebei weg en los het op. Los het op. Ik ben je koning, anders ga je net zoals Julian... anders ga je net zoals Julian komen op de guillotine terecht. Ik heb maar één baas en mijn baas staat naast mij. Ik ben Fred.
Ik sta naast je, Fred. Aan de verkeerde kant. Ga nu weg. Allebei. Weg. Weg. Mag ik nog wat weg. Matabli? Au. Weg. Weg, ga weg. Kom op. Oké, nou, we gaan weer. Ik vind het leuk je gesproken te hebben. Je gaat het maar oplossen. Je hebt 24 uur, anders dan krijg je geen vergunning meer en word je uit de stad gezet. Of zelfs tot erger. De dood. Nou, jij ook. Fred, kom mee. Ik kom al mee. Ja. 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 Dag Fred. Ik vind jou op zich wel leuk, Fred. Ik ben Fred. Ja, dat heet ik. Zo jongens, dat is ook afgehandeld. Ik denk niet dat het op een hele goede manier is afgehandeld. Want voor mijn gevoel gaat Frederik samen met Fred nog steeds niet doen wat ik wil. Oftewel die raket uitzetten en Berend en Berendina terugbrengen. Overigens weet ik niet wat er met Berendina gebeurd is. Maar laat alsjeblieft even jouw mening hierover weten, jongens. Wat vinden jullie van Fred? Laat even jullie mening over Fred weten. Moet ik Fred misschien een keertje herprogrammeren zodat hij aan mijn kant staat? Of zeggen jullie nee, schakel Fred maar gewoon uit. Maar ik vond Fred wel leuk. Ik wil hem niet uitschakelen of zo, weet je. Maar ik wil ook niet dat ik te veel problemen ermee krijg. Dus laat dat vooral alsjeblieft even in de reacties weten, jongens. Gun mij een goede reactie. En laat nu ook even in de reacties weten, wie is jouw favoriete karakter tot nu toe van Content Veen? Is dat Julian? Is dat nu Fred? Is dat Frederik? Is dat een van de mensen die altijd online is, zoals René of Floor? Is dat Willy? Is dat Berend of Berendina? Is dat Kwast? Is dat Dikkie Dik? Is verzin het? Er zijn zoveel karakters inmiddels. Misschien heb jij wel een favoriet. Maar goed, laten wij nu nog heel eventjes terugkomen tot de orde van de dag. En dat is namelijk dat al dit grasje hier en dit pad en zo, dat kan allemaal niet, jongens. Eigenlijk moeten we dit allemaal eventjes zo weghalen zoals dit. Moeten we het gewoon eventjes een beetje slopen zo. En dan moet daar steen komen. En dan kunnen we misschien ook een beetje details toevoegen eraan en zo. Weet ik wat allemaal. Want als ik door mijn stad vlieg, is het altijd nog een doorn in mijn oog. Het feit dat er zoveel grasplekjes zijn. En dat is zo niet stedelijk. En ik heb zo'n stedelijke, hoe noem je dat? Vooruitzicht op deze stad. Dus laten we dat dan ook gewoon even een keertje fixen. En krijgen we gelijk ook weer heel wat dirt. En oh, trouwens heel wat gras zelfs. Oeh, dat is trouwens wel echt goeie. Dat ik hier gewoon gras van krijg. Dat is ook netjes gedaan. Dan kunnen we misschien in deze kist eventjes hier dit achterlaten. Wat is een boodschap bij Brompompom? Oh, dat is gewoon een oude brief. Die hebben we al gehad. Die moet ik even bij mijn notities leggen binnen in mijn kasteel. Hé, dit moet trouwens ook nog netjes gefixt worden. Dit hier. Oeh, en dit hier. Wat ga ik hiermee doen? Hiernaast. Daar komen we zo wel. Eerst heel eventjes wat steen halen in het steenhuis. Hier. Hebben we nog steen over? Ja, we hebben nog steen over. Dat is helemaal top. Een cobblestone hebben we sowieso nog genoeg van. En stone bricks hebben we ook nog meer dan genoeg van. Dan kunnen we dit netjes gaan oplossen. Kijk wat een verschil dit al is, jongens. Oh, dit ziet er zoveel beter uit. Fijn, dan kan ik dit nu ook hier gewoon zo even weggaan. En dan kan ik ook allemaal stairs van maken. Die moeten we dan natuurlijk wel eventjes in elkaar zetten. Maar dat is allemaal geen probleem, jongens. We hebben alle blokken van de hele wereld, joh. We hebben meer dan genoeg. Hoppakee, zo. En dit wil ik in principe met al het stukjes gras dat ik overal nog heb, wil ik dat doen. En dan wil ik alleen als er gras komt, wil ik het zoals hier, weet je. Dan wil ik het echt als een soort parkje maken. En niet gewoon lelijk zoals dit. Ik ga even aanwijzen zoals dit hier. Dit kan echt niet, dit stukje gras. Dat past er gewoon niet meer bij. Dat moet allemaal gewoon even vervangen worden. Gras mag er alleen zijn als er gewoon, ja, zoals custom is. Dit is ook hier. Dit kan ook niet meer. Dit randje hier en zo. Moet allemaal netjes opgelost worden. Alleen ik weet niet of ik dat in een timelapse vorm kan doen. Aangezien het zo verspreid is door de stad. Je hebt overal en nergens heb je al die grasplekjes, weet je. Dat is heel moeilijk om in een timelapse te doen. Ik kan het wel even proberen. Weet je wat? We gaan het gewoon proberen in een timelapse te doen, jongens. Dus bij deze, veel plezier met kijken naar deze mooie timelapse. Jongens, dat was me toch nog eens een werkje. Ik ben er, laten we zeggen, 40 minuten mee bezig geweest. Maar nu heb ik grotendeels van het gras, wat geen gras hoorde te zijn, steen gemaakt. En daar waar wel gras moest zijn, heb ik het iets duidelijker afgezet met wat leaves, een boompje erbij. Dat het echt een park is. Die van, hé, we zijn hier gewoon vergeten dingen te plaatsen. Het hoort hier gewoon zoals het is. Alright, het is nu best wel donker. Dus ik bedenk me nu ook van, hé, het is misschien tijd om volgende aflevering ook gewoon daadwerkelijk wat lanterns toe te voegen. En dan bedoel ik niet zoals ik ze nu plaat, maar echt leuke lantaarnpaaltjes en zo. Ik denk dat dat sowieso wel een goede toevoeging kan zijn aan de stad. Maar ik ben zo blij met hoe dit er allemaal uitziet, hè, jongens. Dat het gewoon nu een en al steen is. En ze zegt, Max, waarom is het zo stenig? Nou, nu kunnen er nog leuke kraampjes zoals dit komen. En allemaal andere leuke details, waardoor het veel stedelijker aanvoelt. Het is hier ook allemaal
allemaal steen. Hier is er ook allemaal steen. Er is hier zelfs plek misschien voor een tuintje. Of misschien zelfs weet ik voor wat allemaal. Er is hier zoveel ruimte nog. Bij Frederik heb ik het zelfs helemaal steenachtig gemaakt op de vloer. Hier heb ik het expres gras gelaten. Hier heb ik een soort pad toegevoegd naar een mogelijk huis hier onder de grond. Of wat het ook kan zijn. Met gras aan de zijkant, zodat het nog wel daar een beetje gras is toegevoegd. Hier is allemaal steen. Hier heb ik nog even afgebaakt. Omdat ik niet weet wat ik hier wil doen. Want daar, ja... Dan ziet het er nog heel lelijk uit. Dit is ook allemaal mooi steen geworden. Maar dan hier, jongens, heb ik het allemaal nog niet aan durven raken. Dat is hier zo. Omdat ik twijfel wat ik hier wil doen. Ik denk dat ik hier namelijk nog een huis zou maken. Dit boompje hier moet misschien nog weg. Hier moet nog van alles komen. Maar dan moet ik het, zeg maar, plat gooien. En dan komt er in één keer weer heel veel ruimte. Misschien dat ik het pad zelfs dan even kan verplaatsen. Maar wie weet komt hier ook gewoon een pleintje en zo. Ik moet nog allemaal even kijken wat ik specifiek hier wil doen. Ik denk dat ik van de vensters hier misschien ook nog een keer walls wil maken. Omdat het iets meer bij de rest past natuurlijk. Dat het dan met walls is gemaakt. En voor de rest, ja, daar blijft gras, maar dat is duidelijk gewoon dat daar gras blijft natuurlijk. Hier blijft gras, maar dit is zoals je kan zien netjes afgebakend. En dit hoekje hier moet ik echt even mee aan de slag gaan, jongens. Ook volgende aflevering, want dit ziet er echt niet uit, dit hier. Zo random dit allemaal. En natuurlijk achter de arena is het ook nog niet gedaan. En voor de rest is alles gedaan gewoon. Als ik zo overheen vlieg, is volgens mij al het gras wat geen gras hoort te zijn, hier is gewoon steen geworden. Kijk, dit hoort natuurlijk allemaal. Allemaal parkjes hier, allemaal grasdingetjes en zo. Maar nu kunnen we leuk aan de slag gaan met alle detaillering op de straat en zo. Want ik denk dat bijna alle huisjes wel compleet zijn, behalve hier. Hier moeten nog twee huizen komen, waardoor het een stuk gezelliger uitziet. Allemaal gekke dingen. Maar voor nu, jongens, ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Er zijn weer veel gekke dingen gaande met Frederik en Fred de robot. Laat vooral even je, ja, hè, je idee achter. Of een beetje je plan hoe ik het misschien aan kan pakken. Maar ik ben bang dat die raket binnenkort afgevuurd gaat worden. Voor nu, kijk lekker deze video. Dit is het vorige content van wat trouwens met mijn andere hand. Dit is het vorige content van heb je nou gemist? Lekker even kijken, want dan ben je weer helemaal up-to-date. En weet je gewoon weer waar het over gaat. En nu spreek ik later. Laat je tot 4 vers meer tot de volgende keer. Moe!